Goedenavond, dit is Catwalk TV en vanavond zijn we bij de cultuurshow van Ronald Kolk in Krasnapolski. Wat heeft u vandaag aan? Is het ook van Ronald, deze bonte blauwe kleuren? Is ook van Ronald, ja. Draagt u altijd kleren van Ronald? Nee, niet altijd. Dat zou het wezen, hè? Show wel, ja. Tony Tetro, een van de sponsoren van Ronald Kolk, vlak voor de show. Ook een beetje nerveus als sponsor? Ja, altijd. Nou, nerveus niet. Want ik weet dat de show van Ronald staat er altijd. En zoals die man zijn eigen inzet voor een show en wat je dan krijgt, vind ik helemaal top. Het is altijd spectaculair bij Ronald. Heel erg spectaculair, ja. En ik ben nu ook weer heel erg benieuwd wat hij allemaal gaat brengen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het heel erg goed gaat. Felicitaties voor iedereen. Iedereen is weer flabbergasted van je show. Ja, heerlijk. Ronald, de reizende mens was het onderwerp. Ik zag New York voorbij komen, Parijs. Waar haal je al inspiratie vandaan? Inderdaad, van mijn eigen reizen en voor alles wat ik prachtig vind in de wereld. Ja, dat heb ik deze keer laten zien. En wat een fantastische stoffen weer, ongelooflijk. Ja, die haal je overal wel vandaan. Daar ben ik mijn leven lang altijd naar op zoek. En sommige dingen sla ik op, dan denk ik van nou, die gaan op de plank in plastic weg, want die komen nog wel. En dan zijn ze er op een bepaald moment. Was het een spannende dag voor je, na alles wat er weer in de krant is verschenen met je ex Rocco? Nou, het is lastig zo'n moment. Maar ja, je gaat gewoon door. Ik ben een beetje, mijn keel is goed. Daarbij moet ik inderdaad zeggen dat afgelopen vrijdag alles rond is. En dat er eigenlijk niks meer aan de hand is. Dus dat gevoel was eigenlijk meer voor jullie en voor anderen. Want wij hadden elkaar de hand gegeven en het was oké. Okay. Ik sprak Rocco zaterdagavond in Noordwijk en hij zegt we zijn on speaking terms. Dat gaat weer helemaal goed en dan verschijnt er zo'n artikel. Waarom? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ja, dames, wat vonden jullie ervan? Jullie hebben gelopen. Ja, super show.
Helemaal te gek, ja. Helemaal te gek. En een bepaald thema wat jij voor jou eruit sprong? Nou, eigenlijk allemaal net zo mooi. Jullie zijn fantastisch opgemaakt. In welke sfeer, welke stijl zijn jullie opgemaakt? Waar moeten we het in plaatsen? De gypsy-stijl. Dat is de hele bedoeling er toch van. Alle kleren zijn eigenlijk de gypsies van de schreuners waar elke land is naartoe zijn gegaan en zo. En ja, dat was de bedoeling dat we ook een beetje in die stijl waren opgemaakt. Manuela, ja, volgens mij ga ik jou de komende 2-3 weken weer heel erg veel zien. Ik ben bang van wel, ja. Ik heb er weer zin in. Ja, ik vind het heel mooi, maar ik denk het ook wel dat er wat voor mij bij zit, ja. En voor jou vanavond een zeer verrassende rol als lady speaker. Ja, hè? Ja, vond het ging geloof ik wel goed, dus hoor ik zo her en der. Dus. Mevrouw Marcus, genoten van Ronald Kolk. Het was fantastisch. Wat een prachtige stoffen, wat een kleuren, wat een rijkdom aan kleuren zou ik willen zeggen. Heb je ook zo daarvan genoten? Nou, het leuke is dat het zo bijna on-Hollands is. Hè? Het is gewoon een wereldse show geweest met allerlei culturen door elkaar. Zoals het hoort tegenwoordig. Hey Christian. Ja, Paul. Ik sta hier met een prachtige Goldfish cellphone te praten. En we moeten eigenlijk de afkondiging gaan doen. Afkondigen? Denk je naar de uitgang te kunnen komen? Ik kom wel even naar je toe. Ja, ik kom eraan, bij de Coldfish tent. Oké. Dit was Catwalk TV voor deze maandagavond vanuit het Krasnopolski bij Ronald Kolk. Het was weer geniet allemaal, of niet? Nou, het was super. Helemaal leuk.